Thomas in zijn laboratorium in Transylvanië is een professor bezig om superhelden te maken. Meneer, we gaan een incisie maken en dan krijg je een superheldenhart. En dan kun je alles doen wat je wilt. Hier komt de incisie. Op de gang zaten andere toekomstige superhelden te wachten. Ja, wacht, ik heb het hart bij de... Ja! Hier is assistent! Ja. Hier is het hart! Het hart werd nu vervangen door allerlei onderdelen die voor een superheld belangrijk zijn. Bokshandschoen! Bokshandschoen! Dankjewel. Dit is wel goed te kunnen boksen. De wond werd gehecht. Ja, dat is dicht. En toen kwam het allerbelangrijkste. Slaap je nog? Slaap je nog? Heel goed zo. Als superheld moet je alle kinderrechten kennen om alle kinderen in de hele wereld te respecteren. En dat ze jou ook gaan respecteren. Dat is artikel 54. Het is weer gelukt! Stil! Kom. Operatie is vandaag. Bet de superheld. Even test. Wat is artikel 13 van kinderrechten? Artikel 13. Een vrije mening geven. Kinderen mogen altijd een vrije mening geven. Goed zo. Het is vandaag. Ja. Volgende! Een paar maanden later zaten de nieuwe kinderrechten superhelden op de speciale school van de professor. In de pauze spraken ze natuurlijk over de kinderrechten. Wij kennen natuurlijk alle kinderrechten, maar sommige mensen letten daar niet op. Ja, dat klopt. Het lijkt dat niemand aan de kinderrechten houdt. Ja, daar lijkt in. Ze gingen hun nieuwe krachten uitproberen. Met het kinderrechtenverdrag voelden ze waar men hulp konden gebruiken. Al snel hadden ze iets gevonden. Kom, we gaan er naartoe! In een ziekenhuis in een arm land lagen doodzieke kinderen. Ik heb zo'n last van mijn rug. Wat is er aan de hand? Ik heb maar een klein beetje water gedronken. Het was bruin water. Maar nu heb ik denk ik een diarree. Is er geen pilletje? Nee, helaas, anders. Wat is er met jou gebeurd? Onze vliegen net. Mijn pak was kapot. Toen kwamen al die stomme vliegen naar me toe. En toen had ze nog gestoken. Asme heeft die malaria. Wat is er met jou gebeurd? Ik weet niet meer wat er is. Ik kan gewoon niet zoveel eten. Ik lust bijna niks meer. Konden ze me helpen? Ik ben zo erg moe geworden. Alle kinderen gaan dood. We hebben geen medicijnen, ook geen prik. Hier de kinderrechten superhelden! Hier heb ik altijd van gedroomd. Dokter, niet flauwvallen. Hier hebben we spulletjes bij me. Ja! Yes. Oh, heel erg bedankt! We kunnen met de kinderen weer beter maken. Ja. Oh, snel zit. Ben eerst bij haar. Ik ga een spuit geven tegen de diarree. Hier. Je hoeft eigenlijk geen superheld te zijn, omdat eenvoudige medicijnen de dokter en zuster al heel veel hielpen. De schoolpauze van de superhelden duurde niet lang genoeg, want er was te veel onrecht waar wat aan gedaan moest worden. Houd gewoon met gillen! Ga nu snel! Nu krijgen we allemaal over een uurtje water! Houd gewoon weer de mond dicht! Ja! Anders krijgen we geen water! Vieze regenwater kunnen we aan de kinderen geven! Ja! Zo, hier kunnen jullie de hele dag mee doen. Ik heb zo'n borst, ik drink het wel op. Oké. Hey, hoor ik dat ze schoon water willen? Ja, ik heb wel wat schoon water voor ze. Ho, hier is schoon water, lekker, fris en bron. Kom maar halen. Kinderrechten superhelden waren in het huis geland van de slechtrikken. En daar begon het gevecht. Snel waren de slechtrikken verslagen en werden de kinderen bevrijd. Op school was de pauze nu voorbij en de superhelden waren net op tijd terug. Doe je de maskers even af? Hebben jullie nog wat goeds gedaan in de pauze? We zijn bezig geweest om de kinderrechten te beschermen in de hele wereld.
En dat is nog een hele klus. We kunnen niet allemaal alleen. We hebben wat hulp nodig.